Mijn naam is Ilko de Boer. Ik ben auteur van verschillende boeken. Verdwenen beschaving, verborgen geschiedenis en Abraham was een Vries. We zijn hier op een plek in Nederland, bij de Grebbeberg, waar een ringwal is, een mysterieuze plek. Ik ben hier samen met filmer Henk Ganzenboom, wat ook een schrijver is. Hij heeft verschillende boeken geschreven. En één daarvan gaat over spirituele plekken. En dat heeft veel contact met de boeken die ik schrijf. Dus deze omgeving, dat is een vrij unieke omgeving. Ik heb hier ook wat kopieën van sterrenbeelden gevonden. En Henk Ganzenboom die heeft ook deze plek beschreven in een van zijn boeken als vrij mysterieuze plek in Nederland. Henk Ganzenboom en ik gaan verschillende documentaires maken over mysterieuze plekken in Nederland, wat zowel in zijn boeken als in mijn boeken weer terugkomt. En je zal zien dat Nederland een prachtland is met heel veel geheimzinnige en mooie plekken. En we zijn ervan overtuigd dat Nederland veel belangrijker in de geschiedenis geweest dan dat onze geschiedenisboeken doen geloven. Waarom ben ik deze boeken wezen schrijven? Het is zo, ik heb ooit eens een boek gelezen van Ernst Gideon dat Odysseus, een van de helden uit de Trojaanse oorlog van Homerus, dat die geland zou zijn in Zeeland. Nou, ik doe al jaren onderzoek en bestudeer de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, de Griekse geschiedenis en de mythen en de verhalen. En dus ik kende die verhalen erg goed van Homerus, maar ik ben ook heel erg bekend in Zeeland. Ik kom er heel vaak. En ik dacht, nou, dit is zo'n waanzinnig verhaal dat Odysseus zou landen in Zeeland. Dat kon niet waar zijn, dus ik wilde eigenlijk bewijzen dat dat niet waar was. Dus ik ben ter plekke gaan kijken en dat zijn de eilanden Walcheren en Schouwen-Duiveland. Maar al gauw kwam ik erachter, nou, het klopt wel, dit klopt, dat. Ik vond zelf nog nieuwe bewijzen en heel veel namen en gesprekken van Homerus gingen over een hond. En ik heb daar op Walcheren ook het sterrenbeeld De Hond gevonden. En toen ik dat eenmaal gevonden had, toen was natuurlijk alles los, alle remmen gingen los. En toen was ik zo enthousiast en ben ik daar boeken over geschreven. En hoe het gek het ook klinkt, ik heb in deze omgeving van Rhenen, heb ik twee sterrenbeelden gevonden. En die heb ik gevonden eigenlijk door dubbele bodems in de Bijbel te ontraadselen. En dat is natuurlijk raar, want hoe kunnen sterrenbeelden gevonden worden in Nederland door de Bijbel te lezen? Maar het zijn twee hele grote sterrenbeelden. De een heet de draak, sterrenbeeld de draak. En de andere heet Cephus. Dat is een sterrenbeeld, dat gaat over een koning. En onze koningin woont hier altijd, Beatrix, onze prinses Beatrix nu. En die woont in Drakenstein. En Drakenstein ligt precies tussen de sterrenbeelden De Draak en Cephus. En dat is misschien wel leuk om te vermelden nu we hier toch zijn. Mijn naam is Henk Ganzenboom. Fotograaf, schrijver, filmer. En ik ben hier samen met Ilko op de Heimenberg, onderdeel van de Grebbeberg, iedereen bekend. Maar wat mensen eigenlijk niet zo weten is dat hier een 4000 jaar oude ringwalburg ligt. En een mooie plek om onze nieuwe serie die wij samen gaan maken, Mysteries in Nederland, om die te starten. En de bedoeling is dat we jullie meenemen naar geheimzinnige, mysterieuze plekken. Ilko heeft dat net ook al iets over gezegd. In mijn boeken spelen mysteries soms ook een rol. In het boek Spirituele plekken zeker. En dit is een van de plekken uit het boek. Maar ik heb ook nog andere boeken geschreven. Onder andere Stille plekken in Nederland. En nog een non-fictieroman, Lapis. Ook een zeer geheimzinnig verhaal. En nog wat andere dingetjes. Maar we hopen dat jullie ons blijven volgen. En dat we een boeiende serie kunnen maken, vol met Nederlandse mysteries.